racisme. Racisme is een specifieke vorm van discriminatie op grond van wat juridisch wordt aangeduid als ras. Het gaat om situaties waarin iemand anders wordt beoordeeld of behandeld op basis van hun afkomst, huidskleur of nationaliteit. Deze vorm van discriminatie heeft haar oorsprong in de 19e eeuw, toen tijdens de kolonisatie rassentheorieën ontstonden die het witte ras of mensen met een witte huidskleur als superieur neerzetten. Zij kregen een hogere positie ten opzichte van mensen met een donkere huidskleur. Ondanks het feit dat deze rastheorieën inmiddels wetenschappelijk en biologisch ontkracht zijn en we weten dat mensen gelijk zijn en de gelijke potentie hebben in deze wereld, zien we nog steeds dat deze ideeën invloed hebben in de huidige samenleving. Veel mensen zijn zich er nog niet van bewust dat er ook in deze tijd veel vooroordelen en stereotype beelden bestaan van zwarte mensen of mensen met een niet-witte huidskleur. Een voorbeeld van racisme. Stel je een situatie voor waarbij een persoon telkens door de politie staande wordt gehouden en om zijn, haar of diens identificatie of rijbewijs wordt gevraagd. Terwijl de mensen om die persoon heen niet wordt gevraagd om een identiteitsbewijs of rijbewijs. Wanneer er wordt gevraagd waarom dit onderscheid wordt gemaakt, wordt er een antwoord gegeven waaruit blijkt dat deze persoon specifiek op diens uiterlijke kenmerken ofwel huidskleur is uitgekozen om extra gecontroleerd te worden. Hieruit wordt duidelijk dat deze persoon wordt benadeeld en anders wordt behandeld dan mensen met een andere huidskleur, wat een voorbeeld kan zijn van racisme. Deze behandeling en benadering van deze persoon op basis van bijvoorbeeld een huidskleur kan voortkomen uit de beeldvorming die handhavers hebben over deze groep mensen. Bijvoorbeeld dat deze mensen vaker betrokken zouden zijn bij criminaliteit. Deze beeldvorming kan leiden tot het voorbarige oordeel of een vooroordeel dat deze mensen gevaarlijker zijn of meer in de gaten gehouden moeten worden. En deze ideeën hebben bijna niks te maken met deze persoon zelf of de situatie waar zij zich in verkeren, maar puur dat zij eruit zien zoals mensen waar deze ideeën over bestaan. Heb je een donkere huid, dan word je wellicht als sneller crimineel bestempeld. Heb je een lichte huid, dan word je misschien minder snel als crimineel bestempeld. Wat eigenlijk nergens op gebaseerd is, behalve vooroordelen. En dat is problematisch. Veel mensen zijn zich er helaas nog niet van bewust dat er ook in deze tijd nog veel vooroordelen en stereotype beelden bestaan waar mensen met een niet-witte huidskleur mee moeten dealen op een dagelijkse basis. Voor veel mensen uit de meerderheidsgroep in Nederland, de mensen met een witte huidskleur, is het soms moeilijk voor te stellen dat wat de impact van racisme is, omdat het niet hun eigen ervaring is. Als ze willen werken aan gelijke behandeling voor iedereen en discriminatie de wereld uit willen helpen, moeten we echter goed naar elkaars ervaringen luisteren en deze serieus nemen.